Oké, dan kom ik er achter dat ik met twee telefoons zit te kloothandelen. Maar de ene telefoon, die iPhone, doe ik ook tevens een live-opname. Ja, dat is gewoon leuk om dingen te delen. Maar ja, op die andere telefoon zit het geheugen vol, waardoor ik niet kan checken of alles geüpload kan worden naar YouTube. Ik kan bijna niet meer praten, maar ik doe al een aantal reviews achter elkaar. Omdat ik vind het juist leuk om te doen en met jullie te delen. En in ieder geval bij deze heb ik dus, dat is een Aziatisch merk. En die heb ik dus via Engeland. Helaas hebben ze hem daar niet meer, want ik heb hem in grijs gekocht. Hij heeft hem ook in, noemen ze nude, dus huidskleur. En ook in zwart. En deze is dus Doye Shape and Control Design for Men's Night in DA's. Maar dit is geen 90 DA. Nee, dit is veel dunner, maar ja, dat kan. Pouch Leg Shaping Press Pantyhose. En dan laat ik dus even gelijk de afbeelding zien, omdat het dan ook om de benen gaat. En ik moet zeggen, dit is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, deze geef ik gelijk een 10. Dit is mijn favoriet. Deze voelt juist, helaas komt er een ladder in. Dat is zoveel. Ik heb geen nagellak bij de hand, helaas. Dus ja, dan zou ik hem ook weer eigenlijk moeten naaien. Helaas. Maar er is ook iets in de was misgegaan, want er zijn een aantal vlekken opgekomen. Maar deze heeft dus de ideale voorkeur. Want ja, ik fiets heel vaak. En ja, en dan is het ook zo, ja, met de benen en alles. Ja, dat is gewoon, hoe zou ik het zeggen? Ja, best wel zwaar soms. En heeft dus deze. In principe heeft dus deze ook, vind ik zelf, ook gewoon een hele mooie glans. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ook gewoon, ziet er ook sexy uit, ja, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het, ja, dat kan. Nou ja, in ieder geval, deze heeft dus ook een soort van koelingseffect. En, eens even kijken hoor, nou ja, in ieder geval, er zit dus ook een soort stof, maar er zit ook aan de achterkant een gat. Nou, kan je dus zien eigenlijk ook. Er zit dus natuurlijk een kruis in. Ja, en bij een man is dat gewoon anders dan, ja, wat ik zeg, bij een vrouw. En dan binnen die volgens mij ook gelift worden. En deze heeft dus, ik weet niet of polyamide hetzelfde is als nylon, dat weet ik niet. Maar deze heeft dus 90% nylon, 69% nylon, 31% elastaan. En dan staat de boxerstijl, brief, met mail pouch. Nou ja, dat heeft dus te maken met waar het kruis in zit natuurlijk. En heeft ook maar één maat. Is van 160 tot 185. Dus dat is dan goed te doen. Cool wash. Do not fumble dry. Imported by Legwear for Men. Dus koud wassen. Nou ja, in principe heb ik in de wasmachine gedaan, maar ik was altijd koud. En nou, dan zie je hier eigenlijk gewoon wat de normale bent die normale tijd is. En dan hier zo met wat deze doen. Ja, die hangen gewoon het kruis van de man gewoon beter op. En ja, dat is in ieder geval in principe het enige verschil. Nou ja, er staan bij eigenlijk wat het allemaal doet. Move fat en hip. Het zorgt ervoor dat de benen minder moe worden. Je krijgt er een slankere enkel van. Nou, ik weet dat niet of ik gelijk mijn omvang, dat gelijk mijn enkel gelijk een centimeter korter is. Dat weet ik niet zeker. Maar wat ik al zeg, deze geef ik een 10. En dat vind ik echt een aanrader voor als je dus steun zoekt bij de benen. Want ja, het is mannen ook vaak om gezondheidsredenen dat ze ook wat steun willen hebben daaraan. En ja, het zit ook gewoon echt hartstikke fijn. En echt waar. Ik moet ook zeggen, als ik ook gewoon zo naar kijk, ja, het ziet er echt gewoon goed uit. En nou ja. In principe is het heel fijn draagcomfort. Ja, in ieder geval, die zou ik er gewoon nog van één kopen. Maar het draait toch wel? Ja, gelukkig. Het loopt. Gelukkig. Nee, het is even goed kijken, even de inkomen. Maar wat ik al zeg, maar heel eerlijk, ik zou hier ook gewoon zo'n model voor willen staan. Gewoon. En ik heb al gezocht via internet, maar ik weet niet of iemand iets weet. Maar in ieder geval, wat ik al zeg, had ik al een tijd geleden al willen doen. En nou ja, dan vond ik het een beetje gewoon en zo. Ja. Ja, het voelt echt
Je ook gewoon zo bewegingsvrijheid is ook gewoon makkelijk. Gewoon het been omhoog doen is ook gewoon goed. Ja. Nou, in ieder geval bij deze, als jullie dus de reviews leuk vinden, ik zou dus kijken op AliExpress hebben ze ook natuurlijk alles te vinden op eBay. En ook via de website doyeah.com. Ook, maar in principe, als je op internet gewoon een Google zoekt, is het gewoon allemaal makkelijk te vinden. Ja, het is gewoon ongelooflijk. Maar het staat er gewoon helemaal vol mee. En in ieder geval, het is ook fijn. Kijk, als je zo in het dagelijks leven, ja, ik heb nog niemand gezien die zo over straat loopt. Gewoon met korte broek en alles. Nou, het zou eigenlijk wel fijn zijn. Als ik dat juist zie, dan zou ik gelijk iemand erop aanspreken. Maar in ieder geval, bij deze, tot de volgende review. En ik vind het juist hartstikke leuk om te doen. Ik voel me een soort van, hoe zou ik het zeggen, een soort van een beetje jong. Ik van ja, ik ben ook wel een beetje op leeftijd, vind ik zelf. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Ik ga weer te lang door. In ieder geval fijne zonnige dag nog. En tot de volgende keer. Doeg!